de flagship poster gemaakt. Nou, één, er is geen demonstratie aangemeld. Ja, dat is toch ten eerste. Toch? Nou ja, daarvoor kom je toch? Ik heb gezegd dat dit over moet zijn. Ja, maar dit is niks. Ja, dus... dit is open vuur, dat is ook verboden als we dan nog verboden hebben. Open vuur? Dat zijn kooltjes. En nogmaals, uw collega heeft van de week toestemming hiervoor gegeven. Ja, wie? Dat is een goeie, dan zult u moeten zelf kijken in uw, ja? Dat wil ik best met uw collega. Maar dan zou nog, als je een demonstratie hebt aangemeld, zoals u vertelt, dan zou u ook een kennisgeving moeten hebben. Een demonstratie? Hij heeft, wij hebben helemaal niks aangemeld. Dat zeg je net zelf. Het is geen demonstratie. Het is geen demonstratie. Maar het moet er echt over zijn, doe het nou, want wat, anders zitten jullie straks en bij anders ons. Wat, niet gaan lopen dreigen, vriend, maar met z'n tweeën. Maakt me ook helemaal geen reet uit. Nee. Ik ben echt niet bang en niet zo raar gaan doen. Ik hou niet van gelijk lopen dreigen en anders moet je hier weg. Nee, maar jullie moeten wel. We hebben verleden week nog gesproken. Wij moeten hier helemaal niets. Wij zijn gewoon Nederlands staatsburgers die hier gezellig bij elkaar zijn. Nee, van Rijn, we hebben moeten we weer naar het koekkamp? Nee, maar wij zijn gewoon een Nederlands staatsburgers. Moeten we naar het koekkamp? Maar dan moet je ook niet zeggen dat het niet zo is. Ja, maar die staan hier gewoon en dat mag. Weet je, we doen toch niet? Nee, dat bedoelen helemaal niets. Dus ik zou niet weten waarop. Wat, kijk, wat stuur je weg? Ik mocht het ook altijd. Waarom niet van die inval? Ja, weet je, die hebben andere regels. De invalburgemeester heeft andere regels. Dat is wel raar. Ja. En wij doen het namens de burgemeester. Wat doe je namens de burgemeester? Nou, ja, eigenlijk wel. Mag ik, dan wil ik dat graag op papier zien. Dat je naar zo'n man plaatst. Dat kunt u bij de gemeente zou u dat kunnen aanvragen. Die maar jullie maken nu een vordering. Dus dan wil ik die vordering op papier zien. Dat mag bij de gemeente. Nee, die kunnen we brengen. Anders gaan we niet weg. Die discussie gaan we verder niet aan. Waarom ga je die discussies niet aan? Wij geven, jullie jullie nu aan dat jullie nu de gelegenheid krijgen om weg te gaan. Voor jullie dat niet doen. Maar wie moet er weg? We staan hier gewoon simpelweg burgers, meer niet. De gemeente heeft eenmaal bepaald dat het een demonstratie is, aankomen. Ja, nou, dat willen we dan graag op papier zien. Verleden week ook al. Ja, we willen dat graag op papier zien. Ja, dat kunt u bij de gemeente regelen, niet bij ons. Ja, maar jullie vorderen nu iets, dan moet je daar ook met bewijzen komen. Wij moeten ook bewijzen krijgen voor jullie, hè, om veroordeeld te worden. Ik heb al eens een keer 4 jaar voor jullie gehad. Dus het is gewoon lullig. En anders de burgemeester niet spreken. Ja, kunnen we de burgemeester niet spreken? We hebben het niet meer. Even een vraagje als pers. Op grond van welke... Pers? Als grond van wat? Heeft u een perskaart, meneer? Wat hangt hier? Officiële? Ja, klopt. Mag ik even kijken? Wat is een officiële perskaart volgens u? Dit is geen officiële perskaart. Wat is volgens u een officiële perskaart? De politieperskaart. Vrij. Dat is landelijk ingevoerd. Kom op, man. Dit geldt alleen maar bij rellen. U heeft geen verstand van zaken. Nee, zeker niet. Maar goed. Wat hebben wij het gezegd? Als we even, toch nog even als vraagje, op grond van welke APV geeft die, moeten die mensen weg? Op grond van de wet op de woninginstallatie. Op grond van de wet. Ja. Vraag even aan de info-burgemeester dan. Yeah.